Dit is dan het zomerfeest van Kerkelande. Het is de 10e editie en daarmee een jubileum. En ik kijk gewoon rond. Het is fantastisch. Er zijn zoveel dingen te beleven. Het is ongelooflijk. En één daarvan is meneer De El. Het is een Europese oehoe. En hij gaat een rondje vliegen. En dat hoort bij valkenieren. Dus dat wil ik zeker niet missen. Maar daarnaast is er gewoon ongelooflijk veel leuks hier te beleven. En ik ga het meemaken. En je ziet hoe koud het wordt, 80 graden onder nul. Kom maar, loop maar. Laag blijven, richting erin. En druk, hè? Dichterbij. Ja, dat ben je te veel weg, hè? Nee, dat is te veel weg. Lekker dichterbij, kom maar. Dichterbij, ja, indrukken. Lekker, hè? Ja, je hebt bijna lekker. Mensen ontmoeten hier elkaar, treffen hier elkaar weer. We willen natuurlijk de mensen samenbrengen. Ik vind het gewoon heel leuk om te zien hoe iedereen op zo'n dag gewoon heel leuk en gezellig met elkaar samen kan werken. Fantastisch. Via de stoomtrein krijg ik een kleine rondleiding dwars door het park met allemaal attracties. Er is van alles te beleven. Superleuke dag wordt het vandaag. Jaar dat we dit dus vieren, dat de mensen elkaar steeds beter leren kennen en ook dus thuis gewoon normale dagelijkse dingen ook bereid zijn om wat meer voor elkaar te doen, te helpen, een boodschapje voor een zieke buurman of buurvrouw te halen. En ik denk dat dit feest daar eigenlijk wel een beetje aan meegewerkt heeft. Ja, ik vind eigenlijk alles, want elke opkomst van elke activiteit die hier staat, ja, de mensen komen met liefde, die komen met liefde hun dingen presenteren, tonen, uitstallen, laten zien. En of dat nou een attractie is of iemand die een kraam heeft en wat wil uitstallen en laten zien. Een sportvereniging die aanwezig is. Ja, ik vind alles gewoon superleuk. Alles is gewoon belangrijk. Dit was dan een prachtige zonnige dag tijdens het zomerfeest van Kerkelande. Graag tot de volgende keer.